De voorbereidingen voor het baggeren van de Suriname rivier zijn al in volle gang. Volgens minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken zal het baggeren vanaf nu een constant proces zijn vanwege onze modderbanken. Het baggerproject wordt voorgefinancierd door de joint venture De Boer Boskalis. De terugbetaling van de voorfinanciering zal in een later stadium geschieden met de tarieven die geïnd zullen worden van bedrijven die gebruik zullen maken van de rivier. Want baggeren is niet goedkoop, zegt Noor Mohammed. Baggeren is niet gratis. Binnenkort zal men moeten betalen ervoor. En op die manier zal het voor always baggeren in stand moeten worden gehouden. Betekent dat omdat wij modderbanken voor de kust hebben, dat wij daar altijd moeten baggeren? Bedoelt u dat? Ja, er komt heel veel modder vanwege de Amazone rivier binnen, door eb en vloed. En het tweede ding is natuurlijk heb je slip dat van bovenuit af en ook komt, maar vooral van de Amazone bassin. Ja. U zegt dat het eerste traject is al begonnen. Hoe lang denkt u dat dit om en bij zal duren? Het eerste traject duurt 4 maanden. Dan is de hele rivier op 4.5 gebracht. Daarna vindt er normaal onderhoud plaats van de 4.5 en we gaan dan spoedig overgaan naar de 5.5. Ook de 5.5 kan heel spoedig gedaan worden binnen een paar maanden. En dan blijft het constant onderhouden van de vaargeul. Dus terwijl je op diepte brengt, moet je hem blijven onderhouden om op gelijke diepte te hebben. Dus de machine is dan constant bezig. De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, was een paar jaar geleden al gestart met het baggeren. Maar vanwege betalingsverplichtingen is het project stilgelegd. Dit project had een hoge noodzaak, vandaar dat het ministerie het baggeren wederom heeft ingezet. Schepen kunnen niet makkelijk binnenkomen en de scheepvaart wil zich uitbreiden. Men wil naar efficiëntie gaan, dat betekent er willen schepen binnenkomen met een grotere diepte. Dus ze willen ook een grotere diepte hebben, zodat qua volume meer naar binnen kan komen. En in feite heb je soms scheepvaartbedrijven die zeggen, ik wil eenmaal 24 uur binnenkomen. De schepen komen nu met eb en vloed binnen, dus met de vloed staan. Dus de noodzaak van baggeren is daar en het project is nu opgestart. Het bestaat uit een aantal fasen. In de eerste fase wordt de hele diepte weer gebracht op 4.5, waardoor de schepen zonder probleem binnen kunnen komen, het gros van de schepen. De tweede fase bestaat uit de diepte van 5.5. Daarmee kunnen schepen met een grotere diepgang ook vrij binnenkomen. En we gaan nu beslissen of welke diepte de scheepvaartsector wil hebben. Het kan zijn 6 meter, 7 meter, 8 meter of 10 meter. En dan zal dat de definitieve diepte worden van de vaargeul, waarmee de scheepvaartsector aan zijn trekken kan komen met hun vrachtverkeer. Het ligt in de bedoeling om deze opdrachten langzamerhand over te dragen aan bedrijven die gebruik maken van de Suriname rivier. Afgezien van bedrijven die langs de Suriname rivier zijn gevestigd, worden ook boothouders en vissersverenigingen in voldoende mate van de juiste informatie voorzien.